Dag beste molloten en tunnelvisionairs. Fijn dat je weer kijkt naar alweer de vierde aflevering van Molshoop hier op WDM TV. In Molshoop bespreek ik dus de komende weken iedere maandag, woensdag en vrijdagmiddag om 4 uur 's middags dus een mogelijke kandidaat voor seizoen 19 van Wie is de Mol? Is dit de eerste video die je van me kijkt? Abonneer dan eventjes om op de hoogte te blijven van alles wat er in en rondom Wie is de Mol gebeurt. Laten we beginnen. Vandaag nemen we Rambam-presentator Lars Gierveld eens even goed onder de loep. Die hebben we inmiddels binnen. En daarin staat dat incident van de jongen die met een ambulance is afgevoerd. Dat toen hij op zijn rug lag, dat er vervolgens, en dan staat er, hooguit een minuut nog tegen hem is aangeschreeuwd. Dus je moet je voorstellen, die jongen die lag daar buiten Westen en ze zijn nog tegen hem aan blijven schreeuwen. Ja, Lars Gierveld dus. Door in de opnameperiode van Wie is de Mol tussen begin mei en eind juni naar de social media kanalen van de BN'ers te kijken, kunnen we dus een inschatting maken of deze persoon wellicht een kandidaat is in het volgende seizoen van Wie is de Mol. In het geval van Lars, die geen Instagram-account heeft, kijken we dus eventjes naar zijn Twitter-tijdlijn. Lars retweet tijdens de opnameperiode op 13 mei nog wat en schrijft daar dan ook nog wel wat bij. En ook rond 7 juni retweet hij een en ander op Twitter. Nu weten we van kandidaten van oude seizoenen dat kandidaten van Wie is de Mol gewoon toegang hebben tot hun telefoon. Maar wel nadat opdrachten zijn gespeeld of 's avonds in hotels en dergelijke. Het zou dus kunnen dat Lars na een opdracht even op zijn Twitter heeft gekeken en iets heeft geretweet. Lars lijkt mij in ieder geval een te gekke kandidaat voor Wie is de Mol 2019. Omdat hij nergens op een foto of op tv verschijnt in de opnameperiode en we dus weten dat kandidaten af en toe hun telefoon ter beschikking hebben, zetten we Lars Gierveld in het groen op ons prikbord van mogelijke kandidaten. Laat in de reacties eventjes weten wat jij van Lars vindt als mogelijke kandidaat en zou hij een goede mol zijn? Of zie je hem toch meer als kandidaat? Je weet het, gooi die duimpjes eventjes omhoog, abonneer mocht je dat nog niet gedaan hebben. En heb jij een tip? Laat die dan eventjes achter hier beneden in de comments of stuur me een mail via tip@widm.tv. Dan kun je namelijk ook nog een bijlage meesturen voor dat extra stukje bewijs. Precies. Tot volgende keer. Rambam haalt altijd geheimen naar boven. En ik heb een beetje het idee dat ik dat nu ook aan het doen ben door deze mogelijke kandidaten te bespreken. Daar zou ik toch geen problemen mee krijgen, toch? Nee, toch?